Vertegenwoordigers van de interdepartementale waterwerkgroepen en Waterforum Suriname hebben vandaag het verslag over afvalbeheer en watergovernance overhandigd aan minister Gilio Dotson van Natuurlijke Hulpbronnen. Dit in het kader van Internationale Waterdag. Het thema dit jaar is afvalwaterbeheer. In november 2016 is een aanvang gemaakt met een serie seminars om te komen aan duurzaam waterbeheer in ons land. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is hiervoor een samenwerking aangegaan met de stichting Waterforum Suriname. Manoj Hinderi, voorzitter van het forum, zegt dat de samenleving moet weten hoe belangrijk water is voor het leven. Water is namelijk de bron van alle leven op aarde. De bron van het leven van de mensen. En wij zijn ons daar misschien onvoldoende bewust van. Wij in Suriname zijn eigenlijk overvloedig gezegend met zoveel water. Soms wel te veel water, vinden we. En dat maakt dat we misschien niet beseffen dat water zo'n kostbaar goed is. En daarom is zo'n dag als vandaag, Wereldwaterdag, de gelegenheid om via u en via de media de gemeenschap te informeren hoe belangrijk water dan niet voor ons is. En wat betekent het eigenlijk dat water belangrijk is? Dat betekent dat we niet vanzelfsprekend moeten uitgaan dat als je een kraan opendraait dat er water uitkomt. Of als je ergens een mooie kreek ziet dat je erin kan springen dat het schoon is. We kennen allemaal vandaag de dag de realiteit dat er soms geen water uit de kraan komt. Dat er soms vervuiling is in de kreken, misschien precies voor ons huis. Of in de binnenlanden waar mensen van moeten leven en vis uit moeten eten. We kennen allemaal de situaties dat we afvalwater misschien laten doorspoelen en ons niet eens druk maken waar dat naartoe gaat. We weten niet welke invloed dat heeft, negatieve invloeden voor ons milieu, voor de omgeving, de ecologie, de biodiversiteit. We nemen dat allemaal als vanzelfsprekend aan. Minister Gilio Dotson van Natuurlijke Hulpbronnen zegt dat deze regering de bescherming van waterwinningsgebieden over een andere boeg heeft gegooid. Afvalwaterbeheer als thema voor Wereldwaterdag 2017 sluit naadloos aan op de doelstellingen die we vooruit hebben gezet. Wij willen ervoor zorgen dat er schoon drinkwater is in Suriname. Wij willen ervoor zorgen dat het accessible is, dus toegankelijk is voor ieder, waar je ook bent. Wij willen ervoor zorgen dat de bronnen die zorgen voor het bieden van water, schoon drinkwater, dat die beschermd worden. En het is al gezegd door meneer Hinderi, als je water niet goed beheert, dan kan je eigenlijk van een nut een ondeugd maken, omdat je dan contaminatie krijgt. En afvalwater wordt vaak eigenlijk verwaarloosd. Omdat we zoveel aan water hebben, denken we er niet aan wat we doen met het lozen. Dat wij door zeep in het water te zetten, huisafval, de poster zal ook verspreid worden naar op strategische plekken geplaatst worden, zodat men kan zien, zodat de awareness kan komen waar afvalwater allemaal toe, wat afvalwater is en waar het allemaal toe kan leiden en wat maakt eigenlijk dat wij het goed moeten beheren. Minister Gilio Dotson van Natuurlijke Hulpbronnen, hij heeft vandaag het verslag over afvalwaterbeheer in ontvangst genomen.